Y ya bien. Jawel! In je. Op FOK, in je. Dus op DM. Of PM heet dat, weet ik veel. Maar die ene waar je. Ik heb hem gestuurd. Toch? Wacht even hoor. Ik ben allemaal gek. Oh ja, toch wel? Oh, lekker dan. Ja, dat heb ik ook heel vaak. Dan stuurden mensen me een berichtje en dan zie ik het een dag later pas of zo. Soms al 2 dagen later. Seniorenmomentje. Nee, het ligt aan FOK, Prish. Yep. Oh yeah. You could have guessed that one, King. I guess photo finish is also an English word. Could have, yeah. Volgens mij is mijn USB-kabeltje een beetje gaar, want ik zie gaten. Ik zie ook een breukje. Ik ga even tijdens de plaspauze straks, of eerder als het heel vervelend wordt, een nieuw kabeltje zoeken. Het is het op de foto, King. Zo. In deze as. Echt waar?
nummer 2. You're so smart. No niks. Okay. Ja, nummer 2 zei ik. Het is heel grappig. Jullie horen dat harder dan ik. Want ik heb dus die koptelefoon op. Met noise cancelling. Onder andere vanwege die grenadiers. Ja. Fuck je noise band. Nee. Oma. Even concentreren. Het gelul van jullie de hele tijd. Oh man, oh man. Nou ja. Dit is echt zo slecht. Jezelf de kutfout opmaken. Nou, het zit er niet echt in vandaag, geloof ik. Maar goed. Nu. Ik Fok en Prisha, allebei een punt. Ze zaten 1 seconde naast elkaar. Ja. Ja.
nummer 3. Vaginale tango, what the fuck? Waar hebben we het over, jongens? Ik lees hem nu, ja. Tekst van haar. Heerlijk. Ziet er inderdaad uit als een banaan, ja. Volgende. Gaat hij niet allemaal weg? Het gaat echt lekker vandaag, not. Yep, baby. En Preusje, 3 seconden later. Helaas, net 1 seconde te laat. Ja. Ja. Oh ja, echt waar? Even kijken. Bij mij zit Prisha nog na de verbetering van Pearl Beach en na jouw Tom. Kan het laten zien? Oké. Ga ik 4 doen? Wel ja, ik ga 4 doen.
Maar goed. Ja, jullie zien dat hij niet helemaal goed is. Jullie zien waar hij zit. Een gouden condoom. Ja, dat, nou, oké, die kan ik net echt wel weg, want het was dus een, waar het op slaat. Ik ga het niet eens zeggen. Weg ermee. Oh, dat doen we dan weer niet. Nee, het is geen donderbehanger. Die heb ik ooit eens vrij letterlijk getekend. Die heb je ongetwijfeld wel eens voorbij zien komen. Ik denk toch dat die kleinzoon is. Hij is niet helemaal goed. Dat zien jullie wel, want ik kijk raar. En waar zit hij? Op een of het? Nee, het is een rand waar hij op zit. Yep, PB. Ja. Staat er uitermate vriendelijk. Ja, klopt. Nee. Trap, oké. Okay. Ja, ik nog expres die horizon laag zetten, zodat ik denk, nou, dan zie je dat het hoog is. Maar ja, ik moet maar net zien dat het een horizon is. Oké. Okay. Hij was niet briljant. Ik geef het toe. Nummer 5. Dan gaan we eerst de plaspauze doen, mensen. Oh, prima. Ik hoef ook niet, Trish. Maar ik wil wel eventjes kijken of ik een USB-kabeltje hier heb. Dat is een muis. Dat is een verrestjes muren aan elkaar natuurlijk. Die is te kort.
vrij groot en onoverzichtelijke tyfusbende dat aan te melden. Maar zo klinkt het waarschijnlijk ook. Krabbeltjes, ik had ze laatst nog gezien. Hier, volgens mij. Nee, anders gaan we door met die andere. Die ik nu gebruik, want dit is te kort niet. Ja, jammer. Straks wel even zoeken. Kijken of deze echt te kort is. Dat moet eigenlijk ook kunnen. Nou, dat vindt mijn tekentablet toch niet. Het zal wel weer een apart kabeltje zijn. Studio Flemix, please. Ja, daar zitten deuren in, dat zag ik ook, ja. Maar ik geloof er nog steeds geen hol van. Ik ga wel een nieuwe versnapering pakken. Dat zegt helemaal niks, PB, dat hij lekker druk bezig is. Of in ieder geval, hij is altijd druk bezig. Dat is waar, Prish.
Het zou ontzettend leuk zijn hoor, als het weer... als hij weer zou gaan streamen. Ik ben benieuwd of je dat dan via Twitch gaat doen. Ik zou eigenlijk geen andere goede streamplatforms meer weten die in ieder geval gratis zijn. Ja, YouTube natuurlijk. Ja, kan ook. Niet? Flemings is niet zo erg van het geld uitgeven als het niet echt heel erg moet of zo. Oké, okay. Have a good day, King. En talk to you soon. Nice to have you here. Nice to have you here. Nice to have you here. Oké. Okay. Nice to have you. Nee! Godver. Is oma alweer terug? Ah. Ja, dat klinkt een stuk beter. Ik weet het. Het is een vreemd fenomeen. Maar ik denk wel dat als je zeg maar mij een half jaar tussen de Amerikanen zet, dat het allemaal wel weer een stuk beter gaat klinken hoor. Misschien zelfs dat wel, ja. Ja. Maar ja, als je niet... Ja, ticket Engels vind ik trouwens veel makkelijker. Want dan heb je toch eventjes wat meer de tijd om na te denken. En met spraak moet je het meteen paraat hebben. Het scheelt misschien 1 seconde, maar dat is toch best veel. Nee, ik ga het ook niet doen. Ik ga gewoon verder met het nummer waar ze hebben gebleven. Even kijken. Oh ja, met nummer 5. Regenboog. Ik heb helemaal niks van... Daafje gehoord vandaag. Ik ga het zo eens appen. Of het allemaal nog goed gaat daar. Spoel je ze wel af en toe af, oma? Je hoorde een plas? Misschien wel, maar... Je weet het bij haar nooit. Dat is een lang verhaal, PB, dat wil ik je wel eens uitleggen, maar niet nu. Ah.
Jezus, PB. Ik denk, ik teken het zo dat geen mens in het begin in de gaten heeft wat ik aan het tekenen ben, maar... the fuck. Maar goed, hij is al geraden. Even kijken wat ik ga doen. Nummer 6. Oh ja, ik ga nummer 6 doen. Van Daafje is die. Die heeft Daafje bedacht. Even mijn koptelefoon afzetten of ik dat ook hoor. Moment. Nee. Ik hoor wel een lage brom, maar die hoor ik altijd. Als ik... Eerlijke macht. Is dat irritant, is zo? Oké, okay. Nou, dan moet ik toch eens aan mijn geluid gaan proberen. Maar niet nu, ze zijn nu al bijna klaar.
Jezus, PB. Maak hem gewoon af, je kan maar wat. Nu mogen jullie praten. Godver. Je zag een flashlight. Oké, dan. Hoe voelt het nou, PB, om zo geliefd te zijn? Nummer 7D. Holleder. Die heeft toch meer zo'n boog hier volgens mij. Dat is inderdaad wat ik heb getekend. Ja. Neusster? Nee. Ook geen nose joke.
Het heeft eigenlijk helemaal niks te maken met wat je ziet. Ja. Nou, eigenlijk niet. Dus. Ja, hij is wel cryptisch. Ja, hij is wel cryptisch. Ja, hij is wel cryptisch. Ja, ik kan wel gaan hinten, maar ja, PB is erbij. Juist. Ik hoef niet eens te hinten. The fuck. Nou, ik zat wel te hinten, eigenlijk. Echt, hè, Prish? Ga er nog 3 doen. Het is niet heel spannend meer. Maar goed. Nummer 8. Ik was een beetje later begonnen, dus ik ga ook wat. Ja, het is goed dat je niemand wil meer verbeteren. Niemand. Had je dat dan, oma?
Uiteraard, PB weer. Even kijken. Nummer 16, die heeft D verzonnen. Dank je, sorry. Ik zag hem al niet. Nee, precies. Yep, fresh. Een bloempotkapsel. Je mist, je hebt een J in plaats van een K getikt. Dat vind ik niet erg. Jij ook niet, nee, precies. Ja, die heb ik gemist of ik kan ze me niet meer herinneren.
En de laatste. Jammer dat John weg is. Nummer 11. Even een slokje hoor. Op zijn pik getrapt. Voelen, ja. Dat hoeft er nog niet eens bij voor me. Inderdaad. Je hebt een punt. Had je al eerder een punt gehaald, genoemd? Weet ik niet meer. Ik heb er nooit mee gedaan. Ik moet een nieuw kabeltje hebben, zien jullie dat? Dat zal ik heel snel gaan doen. En Pierre, ja.
PB, gefeliciteerd met je nummer 1. Prisha, tweede met 2 punten. Hoeveel heb jij er eigenlijk PB? 6, hè? Ja, 6. Ik, Fok en Knunix, 1 punt. D, weer hartstikke bedankt voor het jureren.